Meneer Goedhart zegt altijd, er heeft er altijd wel één corvée en vandaag ben jij het. Ik ben hier in Ermelo. Ik ga zo optreden voor Albert Heijn. Ik ga een fake speech geven. Ik geef me uit als deskundige op het gebied van shoppingactivatie. Nou, meneer Goedhart die kwam 3 weken geleden naar me toe en ik zei, goh, zou jij het leuk vinden om die speech te houden? Want hij kon zelf niet, want hij heeft een bruiloft. En ik zei, dat lijkt me hartstikke leuk en ik moet zeggen, dat vind ik ook, maar ik moet ook zeggen, als ik gewoon heel eerlijk ben, nu ik hier eenmaal sta, denk ik daar weer anders over. Maar goed, ik kan nu niet meer terug, dus... We hebben van tevoren overleg gehad, eerst telefonisch en daarna hebben we afgesproken een externe locatie. We hebben de hele presentatie met hem doorgenomen, waarin hij kon zien wat we precies wilden overbrengen. Uiteindelijk zijn we daar uit elkaar gegaan en hebben een week daarna een debrief gehad met Jelle. En toen zag je al gelijk dat die match heel goed was en dat hij precies doorhad hoe dat hier vandaag moest gaan gebeuren. Goedhart advies, veel mensen kennen het niet, dus even in een organigram zet hoe onze organisatie georganiseerd is. Dus dat is... proberen korte lijnen, een platte organisatie te zijn. Dus, Ik heb genoten van Jelle, van begin tot het eind. Ik vond hem vreselijk goed. Ja, leuk, verrassend. Heel erg leuk, moet ik zeggen. Van de 100 mensen die bij u in de winkel komen, hoeveel mensen denkt u dat een chocoladeproduct meenemen? 20? Ja, het is meer. Het is meer hoor, het is 53 mensen. Toch nog, ja, dat is niet slecht hè. Oh! Nee, ik kijk verkeerd. Het zijn er maar 14. Oh. Nee, dit was vorige week bij Jumbo. Nee, maar nee. Ik zei 14, sorry. De eerste 3 seconden had ik eigenlijk zo van, is dit nou echt of wat is het nou? Hoe die opkwam en hoe die aankwam lopen? Op een leuke manier heeft hij de boodschap duidelijk door. Dan kom je dat kantoortje weer binnen en dan zeg je, goh ja, ik sta even te denken, maar weet je wat het is? Ik doe het toch wel gewoon zelf. En je pakt die stapel die je hier hebt neergezet, die pak je weer op en je loopt fluitend zijn kantoortje uit. Het gevolg is, dames en heren, dat die Jaap denkt, zo, dat scheelt een hoop werk. En hij begint vol goede moed aan zijn eigen stapel met een glimlach en zijn werkdruk is van zijn schouders. Dank u wel. Nou, het was wel het spektakel waar ik op had gehoopt. Jelle begon gelijk en de aandacht, wat hij ook had beloofd van tevoren, die greep hij gelijk van iedereen. En tot het einde is dat bewaard gebleven en de mensen hebben genoten volgens mij.